kan ik ook ondernemen zonder al die social media? Want ik heb er toch zo'n gigantische hekel aan. Steeds meer coaches en dienstverleners geven die feedback. Mij begint het dan altijd heel erg te kriebelen, want meestal zit er veel meer achter die opmerking. In deze video geef ik jou het antwoord op die vraag en verklap ik jou ook al meteen welke vraag er onmiddellijk door mijn hoofd gaat wanneer ik iemand dit hoor vertellen. Ik ben Caroline Klaes, jouw praktische business coach. Ik breng helderheid in jouw business voor die volgende stap, zodat ondernemen plezant blijft. Als ondernemer ligt er al behoorlijk wat op ons bord. Onze focus ligt eigenlijk op het verder helpen van mensen. Alleen komen daar nog eens 101 zaken bovenop. Het helpt natuurlijk ook niet dat de resultaten van social media niet meteen zichtbaar zijn. En ja, van waar blijf je nu in godsnaam die inspiratie halen om elke keer weer opnieuw toffe posts te maken? Het antwoord is kort en krachtig. Ja, je kan ondernemen zonder social media. Er zijn ook al langer ondernemers dan dat social media bestaat. En zij vonden vroeger ook klanten. De reden dat ze zijn overgeschakeld naar social media is dat het een veel efficiëntere en minder tijdsrovende manier is om nieuwe mensen te bereiken met hun boodschap. Dus als jij kiest om morgen zonder social media verder te gaan, dan weet je dat je aan de slag mag. Dan is het tijd om uit te gaan vissen hoe je dat gaat doen. Feit is wel dat je er zelf veel meer tijd in gaat steken dan wanneer je via de socials gaat. De vraag die ik altijd onmiddellijk stel wanneer iemand social media koste wat het kost wil vermijden, is de volgende. Wat maakt nu dat je daar zo'n grote hekel aan hebt? Welk stuk werkt echt niet voor jou? Het is mijn ervaring als ik daarop begin door te vragen dat wij heel snel tot de kern van de zaak komen. En ook meteen een oplossing om dat punt op te lossen. Op die manier heb ik al mensen die absoluut niks met social media te maken willen hebben, kunnen helpen om effectief al te beginnen met het inplannen van hun berichten. Wat ze vaak een veel leuker vooruitzicht vinden dan het leuren met promotiemateriaal. Waar heb jij zo'n hekel aan bij social media? Welk stuk krijg je niet opgelost? Zet het gerust hieronder in de comments en dan denk ik even mee met jou hoe je dat kan oplossen. Of helemaal niet, als je het veel leuker vindt om in person mensen tot bij jouw boodschap te krijgen.